Gewoon weer een goede overwinning. Veel doelpunten gemaakt in de laatste wedstrijden. Dus kritisch nootje is natuurlijk dat we er 2 tegen krijgen. Maar in principe hebben we de hele wedstrijd in de handen en spelen we goed. Ja, is dat een zorgenkindje, die makkelijke tegengoals die jullie krijgen? Nou ja, ik denk als je er 8 maakt, dan maakt het niet veel uit. Dan heeft de andere tegenstander misschien wel, waar je er minder makkelijk 8 kan maken. Ja. Is het dan iets wat wel zorgen baart? Nou nee, want dan is het gewoon weer een ander soort wedstrijd. Ik denk ook dat dit soort wedstrijden vrij open zijn, juist omdat je zoveel de bal hebt. En dan loop je af en toe een beetje in een counter, omdat je iets te veel vooruit gaat voetballen. Dus dat is dan gewoon weer een hele andere wedstrijd. Bij ons speelde nog een beetje het idee van, moet je wel eerste willen worden in deze pool, want dan tref je de Verenigde Staten. Was dat bij jullie nog een thema, afgelopen dagen, uren? Nee, we hebben gewoon besloten dat we gewoon wedstrijden spelen om te winnen. En dat gaan we niet veranderen. Dus dat we nu tegen Amerika komen in de kwartfinale, dat is helemaal prima. Ja? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ik bedoel, het moet ook een moment zijn dat we ze verslaan, dan maar nu. Verenigde Staten niet gewonnen van Zweden, sterker nog verloren. Van Australië niet gewonnen, gelijk gespeeld. Is het misschien wel het ideale moment om ze te treffen? Ja, denk het wel. Het is een leuk toernooi. We zitten goed in ons vel. We hebben een goede vorm, dus waarom niet? Wat maakt het dat jullie nu zo goed zijn, dat het zo goed loopt? We hebben gewoon heel veel overwicht op het veld. Dat merk je gewoon, dat voel je aan de bal. En dan scoor je gewoon veel doelpunten. Dat is gewoon fijn. En zelfs tegen Brazilië hebben we het met fase moeilijk gehad. Maar ook met fase echt controle gehad over de wedstrijd. Dus we staan met volle vertrouwen op het veld. Nu de Verenigde Staten. Ja, dat klopt. Wat kan je daarover zeggen? Dus je nog een beetje langskeken of zie ik dat verkeerd? Nou ja, kijk, iedereen weet dat Amerika een heel goed land is. Dat ze, nou ja, ik weet niet eens hoe vaak Olympisch kampioen wil. Nou, van alles hebben ze natuurlijk op de naam. Ik weet niet eens hoeveel. Maar we hebben ook gezien dat het wel kan. En dat tegenstanders ze het wel heel lastig maken, dit toernooi. Dus daar moeten we goed naar kijken. Tuurlijk ben je er wel een beetje mee bezig. Maar als je eenmaal op het veld staat, wil je gewoon lekker voetballen. En zeker als je tegen China speelt en je ziet dat er zoveel ruimte is, dan wil je ook gewoon gaan. Dus het is wat het is. En ik heb er wel zin in, hoor. Ik ben wel benieuwd wat we tegenover kunnen gaan zetten. Wat is hun zwakte? Waarop zijn ze te pakken, denk jij? Ik heb nog geen wedstrijd van ze gezien. Kijk, weet je, Amerika staat bekend omdat ze fit zijn, dat ze direct spelen, dat ze snel zijn. Dus daar moeten we goed naar kijken. Maar als Zweden 3 keer kan scoren, als Australië 0-0 kan spelen, dan zullen er ook wel dingen zijn die ze minder goed doen. Dus daar moeten we goed naar kijken. Durf je al te dromen van goud? Dat is wel een beetje vroeg. We zijn hier natuurlijk wel gewoon om een medaille te winnen. En we weten ook, kom je deze ronde verder, dat je dan al speelt voor een medaille. Maar goed, we moeten die eerste...